Beef in the game. Waar beginnen we? Nederland of Amerika? Nederland. Hollanda. Coco beginnen gewoon netjes met Nederland. Pincodes en zo. Er is een nieuw collectief opgestaan. Topnotch. Ja? die track, ik... Maar het, waarom? Het is het collectief topnotch. Oké, Coco beginnen hem netjes. Oké, dus. Het is begonnen natuurlijk bij Ronnie's Dis. Case closed. De dis... Ik vond persoonlijk niet echt... Ja, het was geen goede dis. Het was gewoon een... Goeie pokoe wel. Goeie pokoe. Prima pokoe. Ja, prima pokoe. Okay, de toon werd gezet. De toon is gezet. Dus ik vond alles eromheen... Ik vond het wel heel lang naar de track toe, zeg maar. Alles eromheen. Mm-hmm. Maar ik snap, hij was in zijn emoties. Hij heeft alles geuit. Dit, dat. Oké, okay, toen kwam... Nee, wacht eens even. Want je verwacht daar geen reactie op. Toch? Ik verwachtte geen reactie. Niet per se. Ik denk dat we dat wel... Ja, oké, dat is wel een belangrijk punt. Ik had ook niet per se verwacht dat iemand, en al helemaal niet Jiggy, erop zou reageren. Helemaal niet Sticks. Sticks helemaal niet eigenlijk. Maar hij is neefje van... Nee, daar komen we straks. Maar Sticks is neef van Kees, toch? Ja. Ja. Dat is wat they say. Nooit. Ik weet niet wie me dit heeft verteld. Nee. Dat is wat they say. Ik weet niet wie me dit heeft verteld. Sticks van Zwolle. Volgens mij is het familie. Sticks van Rico en Sticks. Ja? Opgezwollen. Dit is compleet nieuw voor mij en dit gaan we factchecken. Ja? Laten we dat doen. Factchecken. Ja, maar waar ga je dat vinden? Dat ga je niet zo op Google vinden. Nee, ik heb gewoon... Oké, Kees vragen. Maar je hebt Kees zijn nummer toch? Ja, toch? Maar wat, ik ga hem... Hey, bro! Is dit je niveau? Yo, je bent nu in de uitzending. Ja, toch? Ja. En we zitten met een vraag, we komen er niet uit. Nee, maar dit is gewoon als ik hem live zie. Hey, maar... Ik heb ooit begrepen dat Sticks en jij familie zijn, is dat zo? Oké. Okay. Ja. Oh ja. Oké, okay, maar goed. Okay. Hij heeft die dis gemaakt. Niet heel gek. En toen kwam er een reactie. Mm-hmm. Pincodes heet het in me, toch? Mm-hmm. Waarvan ik moet zeggen, leuke bars. Laat me er boven me daar inkomen. Huh? We maken, wat zegt hij? Nummers in het geheim, cijfers in het geheim, net pincodes, leuke... Leuke bars, alleen die track gewoon en die dis is gewoon... Huh? Ja, het is gewoon... Voor mij was het dan. Het was gewoon, ja. Wat gebeurt hier? Kijk. En is het een dis? Hé, hey, no, wat doe je? Wat doe je? Oh, heb het gesprek goed. Mag dit? Dit mag. Oh, ik heb ik heb onderzoek gedaan. Oh, oké. Okay, ik mag fragmentjes laten horen. Ja? Oh. Het is een flesje, hoor. Dit gaat niet over... Dit is gewoon een algemene tak. Waar richt Stix zich echt tot Ronnie dan? Bro, luister verder naar. Hij zegt iets met flexen. Met een flexen auto. Ja, mensen flexen. Okay. Maar je had echt niet door? Of je dacht gewoon... Maar hij zegt ook nog een paar tories. Ze hebben wel een paar lines, hoor. Oké. Ik mag fragmentjes afspelen. Maar wat zijn fragmentjes? Defineer fragmentjes even. Ik denk 10, 20 Jiggy seconden. Zegt ook iets van... Ja, maar je liegt over bepaalde dingen... Maar dat is alleen tussen jou en de schepper of zo. Leuke lines, hè? Leuke lines. Dit was een hip-hop nummer. Dit was hip-hop. Ja, nice. Bro, I like hip-hop. Ik zeg je eerlijk, heb je die pokoe afgeluisterd? Oké, gaan we vertellen hoe... Ja, kort zijn gewoon eerlijk. Wij rijden met een lichtelijke hoofdpijn en verlangen naar huis vanuit Parijs naar Nederland. En ik zie van, hey, Jiggy en Stix hebben gereageerd op Ronnie. Sorry, maar dit is geen track die je op de weg naar van Parijs naar Nederland gaat luisteren, man. Nee, maar gewoon even uit nieuwsgierigheid. Niet van, oké, let's vibe on his tune. Je moet eens even, horen het, dan wil je toch even gelijk horen. Dus nee, sowieso. Maar je gaat het niet luisteren, man. Was de headline... Een reactie op Ronnie? Was dat de headline? Nee. Ik zie het gewoon op Twitter en zo voorbij komen. Was op Para. Ik zei, reactie. Laten we het afspelen. En ik zoek hem op. Ik zoek op Stix. Ik zoek op Jiggy op Spotify. En ik kon hem niet vinden. Mm. Of trouwens, hiphop in je smoel had het gepost. En Para heeft het van hiphop in je smoel gepost. Ja, dus ik ben naar hiphop in je smoel gegaan. Mm. En ik zie daar dus zeg maar die embedded. En daar zie ik staan topnotch. In plaats van Jiggy featuring Stix. Of Stix featuring Jiggy. En dacht van... Het is allemaal spannend. Ze maken het samen spannend. Goh. Duidelijk signaal. Duidelijk signaal. Hè, maar waarom onder topnotch? Vond ik al vreemd. Mm-hmm. Maar dan gaat er al, zeg maar, dan ga je met een bepaald gevoel ga je die trekken. En
We luisteren het en ja, truth is, we hebben het niet eens afgeluisterd. Ja. Want we vonden het gewoon niet nice. Ook niet de juiste vibe inderdaad. Je bent onderweg naar huis ook en moe. De auto. Ja. Snap je? Ja. 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 En halverwege zetten hem af. Grappig. En daarna is nooit meer geluisterd. Ik heb een beetje hetzelfde verhaal. Ik vond het wel harder trouwens, don't get me wrong. Maar ik heb alleen de reel kunnen checken. Dus ik dacht van, ik wist niet eens dat die poko al uit was. Dus ik had alleen die reel gecheckt die ze hadden gepost. Oh, en toen dacht ik van, oh, ik hoor wel een beetje hier en daar een paar shots. Laat me de boven me daar inkomen. Ja. En ik denk, ja, ga maar verder met je verhaal, denk ik. Ja, en daarom was ik verrast van, waarom gaat de track Ronnie Hef in die diss? Ik had helemaal gemist waarom dat Hef een voice memo had gedaan. Ronnie Hef, Ronnie. Oh, Ronnie Hef. Oh, ja. Ja, sorry. Ja. Want ja, in die diss track die hij op Insta dropte, vuurt hij ook shots naar Hef. En ik dacht, waarom doe je dat? Wat heeft hij ermee te maken? Mm. We hebben nooit die tune afgeluisterd. Ah. Waar uiteindelijk die memo op, want Ronnie kwam vrij snel daarna. Met een reactie. Binnen 24 uur. Binnen 24 uur. En had je dat verwacht? Nee. Ik niet. Nee. Maar weet je wat ik daar heerlijk van vond? Ronnie is gewoon lekker op vakantie ook. Hij heeft het ook op zijn telefoon even snel. Hij was even met Jordan Wayne. Jordan Wayne moest ook nog vliegen eigenlijk. Dus ze hebben het snel geflipt. Ja. En zo klinkt het ook, snel geflipt. Maar dat maakt het juist extra hard. Want hij is gewoon fully op die mannen. Ja, man. En hij laat mannen ook met vraagtekens. Maar deze dis was hard, Ronnie. Moeilijke lijn. Moeilijke lijn. Ik hoor het, ik denk. Nou ja, waarom? Ik schrok. Het zijn moeilijke lijnen. Hier is hij slagen. Laat haar hangen. Sticks. Je gaat meer dan fragment, man. Ja, je gaat hem, man. Ja, oké, sorry. Maar, bro, deze dis was, vond ik echt hard, man. Bro, echt hard. Weet je wat hier ook gek aan was? Hef is zeg maar die legend in de game. We hebben allemaal daarom geluisterd. Opgegroeid, slippers aan, dit, dat. Dus dat iemand hem dis, je bent gewoon een beetje van, hè? En vooral Ronnie, want Ronnie is zeg maar een generatie erna. Dus het is van, hé, dit is die man. Dus sommige comments zijn nog op die van, hoe durf je Hef te dissen? Mm. En dan ga je luisteren en dan vraag je af van, maar wat hij zegt, is het waar? Kijken mensen in de game echt anders naar Hef nadat hij bij ARK ging werken? Misschien weten jullie het. Misschien willen jullie geen antwoord geven, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet, man. Dus ik weet het niet. Dat zijn bepaalde dingen die ik me afvraag van, misschien. Of het is een mind game. Ja, we'll en nu know. Zijn ze ook zeg maar in die comments van Hef, ze noemen die man werknemer van de maand. Nee, maar kijk, weet je wat het gewoon, bro, ik dacht moeilijk. Echt van, ik vond het sowieso ook apart dat Hef die memo zo dropte. Ja, dat, in die laten track. We daarover hebben. Laten ja. we daarover hebben, dat ja. was heel apart. Dus ik dacht, tenzij er iets speelt tussen hen wat wij niet weten, vind ik het wel een hele aparte move, zeg maar. Wie heeft Hef gecheckt voor die memo, denk ik? Ja, maar denk je dat Hef die track heeft gehoord? En denk je dat Hef vrijwillig heeft meegedaan om dit te doen? Zo zoveel kunnen dus zijn. Dus dat wil ik dus echt weten. Dus ik ook. Bro, voordat ik iets over dus zeg. Ik ga zeggen, oké, dit is allemaal, je toch? Speculatie. Precies de memo uit die groepschat. Ik ben ervan overtuigd dat Jiggy en Styx dit niet gaan plaatsen zonder hem gecheckt te hebben. Dus ik denk echt niet dat ze gewoon die track hebben gemaakt, die memo hebben gepakt en hem niet hebben gebaard. Hij wist, misschien heeft hij zelfs die memo bewust gemaakt, dat weten we niet. Ja. Mag ik hem afspelen? Ja, toch? Nee, maar wacht even. Oké. Cool. Nee, sorry. Het is overduidelijk dat dit gewoon... Hoe die memo opent... Bondus is van... hij is gecheckt voor jou. Kan je een memo sturen? Ja, maar heb je die track gehoord? Weet je wat het sentiment Ken is van je fucking die poko? Plaats? Bro, wat die zegt, man. Ken je fucking jezelf. Plaats? Ken je fucking plaats? Het is, we kunnen niet eens zeggen van dit is misschien... Maar wat ik wil weten... Nou.
Wat je wil weten. Werk aan een grotere plaatje. Hij had sowieso over Ronnie. Okay. Maar wat ik zeg maar weet denk... Weet je wat we kunnen doen? We kunnen doen alsof het niet zo is. En dan een tijdlijn maken. We kunnen doen alsof het wel zo is. Ook een tijdlijn maken. Zullen we dat doen? That's... Het is wel zo. Want die tijdlijn die we gaan maken van niet, is dus... Oké, Styx en Jiggy hebben die tune gemaakt. Ja. En zeiden hem, hey bro, stuur even een memo. Ja. Hij heeft die memo gemaakt. Ik weet dat Hef opkijkt naar Jiggy. Dat weet ik. Ja? Ja. Als in, als het gaat gewoon, over ons om hip-hop shit, ja. Kijkt hij op naar Jiggy. Mm-hmm. Dus ik denk dat hij ook in die, dus als het niet zo is, gewoon van die mo is van, ah ja, maar dit is de team. Dit zijn wij. Dit is wat wij aan het ken doen zijn. Ken je plaats. Humble yourself. Ja. Waar is, naar wie is dat dan? Dat zij, zij waren Noah's Ark. Ja. Ik ben zeg maar oprummer idee van, Hef en Jiggy waren Noah's Ark tegen Topnotch. En gewoon zeg maar... En dat is altijd, maar dat is altijd het sentiment geweest. Dat is altijd, dus ik vond het, zeg maar, hoe het nu ineens soort van... Yo, maar wacht, wij zijn team Topnotch nu. Vind ik een beetje... Yeah. Ik moet daaraan wennen. Oké. Okay. Yeah. Laten we doen als het wel gericht is naar iemand. Je hoort toch dat dit gericht is? Bijna garantie. Okay, ik wil niet eens dat alle scenario gewoon weggooien. Bijna garantie. Wat ik me afvraag, is of hij gecheckt is. Van, hé bro, we hebben een tune gemaakt, hoor het. Wil je iets erop zeggen? Yes. Of dat hij andersom die tune heeft gehoord en dat heeft gezegd van, laat mijn voice memo erop gooien. Ja, precies. Maakt het uit welke van het twee het is? Ja, heel veel. En daarnaast ik ook... Ik vind niet, man. En ook je verwachtingspatroon, toch? Want ik denk dat je, als je dit soort dingen doet, bewust of onbewust, ben je ook wel zeker van je zaak wat daarna zal kunnen gebeuren. Ja. En ik denk dat dit niet iets is wat ze hadden verwacht. Maar weet je wat ik ook moeilijk... Je loefde echt wat je zei, hè? Hij loefde echt wat hij zei, want hij gaat het beseffen van... Ja, ja man! I like the show's back, man. Weet je wat ik ook een fire stukje vind? Vanuit Hef naar Ronnie... Ja. Is van, oké, nu ben je met die mannen... Dus met een Styx, met een Jiggy... Als guy van Roffa... Ja. Tegen een Roffa guy aan het gaan. Ja. Dus die Roffa fans zijn ook een beetje van... Maar fuck aan met jou. Where eigenlijk. Union, of tenminste, dat zie ik in de comments. Ik praat nu voor wat ik in de comments zie. En allebei Feyenoord zelfs, man. Mensen zijn goed bij hem van... Hé broer, fuck aan met jou. Wat ga je in die model weet eigenlijk? Weet je wat ik jammer vind dat ik terug moet luisteren... Omdat ik nooit die memo van Hef heb gehoord... Tot die track van Ronnie? Mm. Dat als ik terug zou luisteren... Voor wie zou het allemaal kunnen zijn? Praat hij misschien tegen Murdo? Tegen wie praat hij? Dat zou heel nep zijn. Ja, nee, als het volledig uit context gewoon hierop geplakt is. Of van, ja man. Hij heeft het gewoon over van... Misschien is die memo van Hef voor Murdoch. Bro, ik zeg je eerlijk... Ja, niemand dat kan tegen het team. Dus dat ze het zeg maar op een... Dat het voor iets anders bedoeld was, maar dat ze hem hierin tjoepen. Ja. Dat zeg nee, jij. Nee, dat bedoelt hij niet. Nee, niet eens per se. Ik bedoel gewoon het stuk dat hij... Hey, de team... Want die guy zit niet meer daar. Dus het is van... Hey, niemand kan tegen de team. Dus als ik dit had gehoord, zeg maar, voor die Ronnie diss-track, was dat misschien ook een gedachtegang van mij geweest. Van, oh shit, daar praat ik tegen hem. Ik hoor je. Dus eigenlijk zeg je van, misschien vat iedereen deze memo helemaal verkeerd op, inclusief Ronnie zelf. Heel misschien, maar ik denk dat het allemaal speculatie is. Het is sowieso allemaal speculatie. Omdat we het nooit zullen weten. Daarom, ik zag die man gisteren, ik moest hem vragen gewoon. Ik ga hem sowieso vragen. No, je moet hem niet vragen. Dit zijn historische, je moet ze gewoon laten. Nee man, ik wil het weten. Ik wil komen vragen. Ik hoor je even show. Vraag die man. Weet je wat, vraag hem maar wel on-cam. Daar hebben we nog iets aan. maar, kijk bro, of het nou voor Ronnie of Murda is, bro. Of het nou voor Ronnie of Murda is. Ronnie's diss is gerechtvaardigd. Ja, zeker weten. Dus, want je mengt gewoon in die model. Ja. Maar weet je wat ook het vervelende is tussen deze twee disses? Het moeilijke is wanneer zeg maar jullie doelgroepen niet hetzelfde zijn. Want bijvoorbeeld een Jiggy en een Styx. Zij lopen te rappen, secundaire, honoraire, miljardaire, dit, dat, derde. Terwijl Ronnie is gewoon van, je bent een bitch, fuck you, makkelijk. Dus die crowd, de grootste crowd die naar luistert, is gewoon van, oké, wij willen gemak. Net als hoe het in die Drake en die Kendrick mo is gegaan. Mm-hmm. Ik vond Euphoria, ik vond het tof hoe het was gefixt. Andere mensen zeiden, kill, wat rap je op slaapmuziek? Bij die Meet the Grahams, ik vond dat super hard. Of zijn we al daar? Ja, we zijn nog niet daar. We zijn nog niet daar. Ik zie het, joh. We zijn nog niet klaar. Wat willen jullie nog praten over Ronnie en Styx? We zijn klaar met die mannen. Hij is niet klaar. Oké, vertel. Ik denk dat we die track van Ronnie niet hebben dissect, toch? Of moeten we dat niet doen? Nee, ik hoef het persoonlijk niet helemaal te dissecten. Maar wat heeft hij allemaal terug naar dit onderwerp. Nee, misschien zou hij iets spannend zeggen, toch? Maar... Ja. Oh, sorry hoor jongens, is jullie programma. Ik Het is ons programma bro. Je bent nu moet je leveren. Nu moet je leveren. Ja, maar wat wil je dissecten dan? Nee, gewoon, de eerste lijn die jij nu in je hoofd hebt.
Nee, alles zou niet zeggen. Wil je een stuk... Mogen een fragment beluisteren? Van Ronnie Stjo. Nee, weet je, Ronnie kan gewoon luisteren, man. Weet hij boven aan Hoek van Show? Precies, dat is ook nog een punt. Oh ja, ook een punt. Ja, ook een punt. Die alle vijf keren kreeg ik stilte aan de lijn. Dat is de echte reden waarom we niet zijn. Waar we zijn, je laat het lijken op iets anders. Dat is cool, maar we staan maar terug. Weet je, één ding wat ik nog wil zeggen. Eén ding wat ik nog wil zeggen is dat ik denk dat Jiggy en Styx altijd wel in een soort van battle zijn geweest met elkaar. Door de jaren heen. Gewoon vriendschappelijk, gewoon voor de sport. Oh nee, maar, man. Styx had toch echt een tijdje echt wel een hekel aan Noah's Ark, toch? Hey. Dit heeft hij zelf gezegd bij Rogue Wars. Oké, cool. Maar ik denk dat iemand als Hef hebben we nog niet echt in een battle gezien. Dus Hef ergens is ook geen battle rapper, man, ja, denk ik. Nou, maar... Ofwel? Ik weet het weet niet. Zou je van tevoren weet zeggen dat Ronnie een battle rapper is? Ja. Oh, ja? Ik niet per se. Ja, man. Zeker niet. Ja, man. Oké, okay, want Hef staat heel hoog. Dit is naar Joey of zo toch ook? Ronnie? Ik ben die afgegeten. Ja. Ik weet welke je bedoelt. Ja, maar die was niet zo... Oh, die was nee, was, maar in de zin van... Ja. Hij is wel ready om te dissen. Ja, ja, maar Hef ook al. Ja, waar dan? Een luie man of zo. Maar wat het is, wat het, dat is het. Ja, dat is het. Ja. Met Hef is nooit echt in een battle geweest, zover ik weet. Maar hij staat wel heel hoog op mijn lijstje sowieso. Mm. Maar op iedereen's lijstje, ja, man, staat hij heel ook, hoog. Ja. Zonder die skill eigenlijk te hebben laten zien. Dus ergens vond ik het voor de sport mooi. Van, hey. Maar daarom hoop en, ik alsjeblieft. Op, en het drama eromheen. Say met, something. En hij kan niks zeggen. Daarom hoop ik oprecht dat Hef gewoon niet reageert. Want als hij niet levert, gaat het ons oprecht pijn doen. Niet van, was niet hard. Je gaat echt zeggen van, ja, bro. Hij gaat sowieso niet reageren. En Jiggy gaat ook niet meer reageren. Het, dus, het was qua drama wel een wilde 48 uur. Ook met die reactie van Anouk daarna. Ja. Anouk, ik zeg je eerlijk, er is gewoon iets met haar. Er is iets mis met Anouk. En waarom ik dat zeg is... Waarom zeg je steeds rare shit? Goh, waarom Anouk zeg je zegt vaker rare shit en komt er ook nooit op terug. Ja. En dat mensen... noemen wij wit privilege. Maar nikke gewoon. What? Oh nee, rich bitch. Nee, wacht. Lil nigga of zo. Wat zei ze ook alweer? Ze zei... ze is comfortabel, man. Bitch ass nigga of zo. Ik weet niet, bro. Ik weet niet eens. Maar kijk, en... Zij voelen zich aangesproken. Nee, maar ik snap dat, hè. Want kijk, Ronnie zei van... Ja, ik had het niet eens over jou of jij. Nee, dat snap ik. Van, dat is bro. Woordspeling. Ja, funny. Maar ik snap, je lijkt op Anouk. Bro, je lijkt gewoon op niet Anouk. Fijn. Ja, is niet fijn. Waarom is dat? Waarom zeg je dat iemand lijkt op Anouk? Ja, toch? Dus want dan vind je Anouk lezen. Dus als iemand in de lijn zegt, hey, je lijkt op een show. Zou je het niet aannemen? Wat een mooie vent. Nee, maar zou je niet denken van, zou je niet zo'n type of way voelen? Als ja, iemand zeker over weten. Een donkere dame zegt, je lijkt op een show. Maar hoezo ben ik die belediging? Ja, precies. Daar hoeven we niet over te discussiëren. Oké, dus in ieder geval, ik snap waarom ze zich... zo'n type of way voelde. Alleen de reactie... mis. Ja, gewoon mis. En ik vind het gewoon extra jammer, omdat ik ook gewoon denk van, je hebt een zwarte man thuis. Je hebt zwarte kinderen. Dan vond ik het gewoon van, zeg even van, hé, weet je, ik ben er mis in gegaan. Was dit dat... Maar ze heeft gewoon... Ze wilde zich op een hippe manier van zich af laten bijten, denk ik. Ja, ik zeg je volledig eerlijk, misschien moeten we die kant ook checken van, het is een oude vrouw. Misschien dacht ze het was cool. Ik, dat, zeg eerlijk, ja. Ik zeg je eerlijk. Ja, tuurlijk. Ik zeg je eerlijk. Denk je dat? Ik wil die mensen geen handvaten geven. Ja, maar ik hoor je. Ik debuut die. Ja, nee, ik hoor je. Die. Die bank. Ik weet niet, man. Ja, man. Ik zocht hem, man. Ja, ik zat die bank. Ja, man. Onze vocal hebben we beide. Ja, nee. Anouk is een vage man. Is vaag. Ja, ze is een vage man. Ze is een vage, kom maar, man. Oh, sorry. Ja. Ze is wel vaag, ja. Ja, ze is vaag. Ze is wel vaag. Ze voelt het gewoon te comfortabel, man. Maar moeten we het erover hebben dat er niks is gebeurd? Dat daar niet de media op springt. De media sprong erop, maar vervolgens was iedereen saaide met Anouk natuurlijk. Maar ze sprongen er niet op. Nee, ze sprongen er niet op. Want die ene dame van Phonics heeft er een stuk over geschreven, wat echt een mooi stuk is. Soraya, Shara Soraya. Goed stuk. Shara Soraya. Maar, ja man, het is altijd cringeworthy. Ik wil heel graag erover hebben, maar ook weer niet. Ja, ik snap je, want het heeft toch geen zin om mensen te schoolen en dingen te zeggen. Maar ik bedoel van, bro... Oh, geen, een excuses was op zijn plaats geweest, denk zeker ik. Maar het werd een, yo, I'm more at peace than ever. En ik ben ook gewoon benieuwd naar gewoon... Hoe gaat dat gesprek thuis, man, met de vriend, zeg maar? Zegt de vriend er iets van, hé... Tuurlijk niet. Dat had je niet moeten doen. Hij had ook iets gepost van, hij joined er toch? Ja, maar kijk, misschien joined hij in openbaar en...
Ik denk dat ze thuis hebben ze die fatsoen gemaakt. Zij heeft die fatsoen naar het internet gebracht. Mm-hmm. Dat is wat ik denk. Ja, ik weet niet, man. Dus jij wil me zeggen, zij noemt die man thuis nigger. Dat is niet wat ik zeg. Wow, ik zeg wow. Dat ze thuis die fatsoen hebben gemaakt over... Ja, bitch is nigger. Dus ja, ik ga... En het zo een post is geworden. Dat is hoe wat kan ik je met de witte arm zijn naar de kijk hoe ze nigger zegt... En je denkt van, weet je wat? Precies. Geinig. Moeilijk. Ja. Moeilijk. Maar ja, moeilijk. Daarom eigenlijk, we moeten allemaal dat woord skippen. Maar dat is een ander verhaal. Dat is weer een ander verhaal. Ik ben het daar ook mee eens. Maar dat is weer een heel andere, story. Ik gebruik het ook zo minimaal. Maar het was een wilde 48 uur. Mm-hmm. Ja, man. Zelfs iemand vergeten in die mo. Hey, Shana Sor, man. Shana Sor. Gewoon achter zijn principes blijven staan. Dit zou zijn grootste show ooit zijn, denk ik. En heeft gezegd, en sowieso een bag vangen. En heeft gewoon gezegd van, hey, voorprogramma Anouk met een vrouw die dit zegt en eigenlijk tegen mij ingaat, kan ik niet aan meedoen. Ik cancel het wegens... Hoe zou die vibe nu zijn? Want Sor is wel Team Noah's Ark. Hé, welke vibe? Ik zeg je als in van, Nee, man. Boeit niks, man. Nee, man. Boeit niemand. Nee, maar dat is toch een soort van... Ja, een zweertje. Ik dacht, Sor is bij Noah's Ark en Anouk kwam voor die mensen daarop, terwijl ze niggas zei. Dat bedoelt hij van, wat is die vibe daar? Maar ik denk dat ze niet eens zo super tight zijn dat er vibe daar denk is. Denk het ook zo. Niet. Denk het oprecht niet. Denk het ook niet. Nou, we kunnen hem bellen. Maar vind je ook niet? Wat is zo? Nee, ik was gewoon benieuwd. Ook zeg maar wat het vervolg hiervan wordt. Gaat er iemand iets daarvan zeggen? Of gaat niks gebeuren, bro. Zij chillt gewoon osso, relaxed, supervrij. Bro, wij praten hier. Zij is nu niet eens met deze Tori bezig. Deze Tori was al klaar een dag erna. Ja, maar ze is volledig 10 voor 9. Ze heeft de kinderen net naar bed gebracht. Ze gaat nu misschien roken of zo. Ze is cool. Ze heeft gewoon gezet van, hey, ik ben happy. Mensen willen mij uit mijn happy place halen. Je haalt me niet uit mijn happy place. Klaar, punt. Ja, man. De week ervoor, een maand ervoor had ze die transfobe opmerking gemaakt. Bro, ze plaatst het. Mensen flashen. Ze zegt, hey, ik heb een transseksuele man of vrouw, transseksuele vrouw gesproken. Dit is geen excuses, maar was een goed gesprek. Klaar, broer, dat was het, hè? Klaar, hé, bro. Ze is blessed, man. Ze is echt blessed, bro. Boef zij keg. Ja. Ja. Oh. En heeft het zo lang gehoord. Wow. Oh my god, bro. Hij moest met een hele statement komen. Bro, wat? Zo. Nee, man. Ziek toch, maar daarom wil je het niet over hebben. Ja, maar daarom, weet je. Ja. Het is gewoon, ach joh. Crazy. Oké, kunnen we nu al naar... Het is wat het is. Die twee mannen in Ja, maar Amerika. Je moest het lekker brengen. Welke twee mannen eigenlijk?